was bijna verloren geweest, want de blazen zijn dus wel gedaan, maar staat er nog niet tussen. 1920-2000. Ja, waarachtig, dat is 80 jaar. En nog altijd heeft Alden een enthousiaste zaleskaart. Een krasoutje, nietwaar? Muziek echter is van alle tijden, omdat het mensen zo kan verblijven. Ik verhaal u zeer in het kort uit de tijd van het begin van onze jubilerende zangvereniging. Wel aan. Naast zingen op het land, in huis of als men in de moestuin aan het werk, zongen er op zondagmorgen nog zeer veel in de kerk. Doch voor die tijd kon het zingen wel wat traag en stil. De gemeenzaam, niet aangespoord door de voorzanger, moest nodig een steuntje in de rug. Er waren wel 50 zangrustigen in Almen en omgeving. Dus probeerde men te komen tot een zangvereniging. Dominee Janssen Schoonhoven, niet de laatste, maar de eerste, nam het initiatief en dat waardeerde men ten zeerste. Een bestuur werd gevormd. Ja, het kwam voor elkaar worden. De naam die kreeg was het Allands Kerkkoor. Bestuursleden waren Bosloo, Ouwehand en Blikman. Nou, die mensen organiseerden er toen wat van. Men zong niet alleen in Almen, maar ook in streek en land. Medewerking aan de Gelderse tentzending, concours, zangersdag of op een avond uitgaande van de Ring Gelderland. Naast het zingen in de kerk, eveneens met Pasen en Kerst, was er een jaarlijkse uitvoering in ons huis. Nu, daar bleef men al vast niet voor thuis, want jarenlang speelden de zangrustigen ook nog toneel. Dat completeerde de uitvoering van het geheel. Met een begroting ten dienste van de sonorige baten. Men kon dit onderdeel later maar met moeite verlaten. Na de hand werd door aansluiting bij God de naam Noordenheer. Wat hebben veel, ja veel gezongen toch als eer. Ook romantische liederen stonden en staan op het repertoire. Muziek van Brahms, Hasler, Rodgers en Frans de Haar. Wat was het vroeger bazaar en verloting om de kast te vullen, nu is er de Oranje Markt met gebak, planten en allerlei spullen. De eerste dirigent was meneer Recht uit Vorden. Toch na een jaar ging hij verhuizen en is elders dirigent geworden. Maar zie daar, de heer Kloop uit Laren nam het dirigeren aan. Hij kwam elke week op de fiets naar Almen en heeft meer dan 30 jaar voor het koor gestaan. Naam ik van u maar niet meer. Heden is Joost Heken onze dirigent, tot wederzijds plezier en tevens ons toneel. Nog maar een paar jaar geleden werd de naam van het koor vocaal. En tot op heden zingen we nog op zaterdagavond, kerk of in het huis of concert in een of andere zaal. Het ledental mag wel zeer veilig zijn, dus kom bij vocaal, want zingen is een goed medicijn bij nare klachten en zielepijn. We vinden het fijn dat u vanavond gekomen bent naar hier. Namens het gehele koor wens ik u allemaal nog veel plezier. Thank you.